Dit is de 13-jarige Lilith uit België. En dit haar broertje Ernest van 10. De twee mochten op bezoek bij de koning, die van België dus. Ah. Dat is eigenlijk omdat ik en mijn papa een website hebben gemaakt waarin dat we smoggebaren uitleggen voor andere mensen. Maar die gebaren hebben we eigenlijk leren kennen doordat mijn broer het syndroom van Down heeft en dus moeilijker kon praten. Goedemorgen. Honderden van dit soort filmpjes maakte Lilith samen met haar vader. Feest. Snoep. Chips. En natuurlijk ook met haar broertje. Mag je mee dansen? Allemaal video's waar ze smoggebaren uitleggen. Dat staat eigenlijk voor spreken met ondersteuning van gebaren. En dat is dus eigenlijk een gebarentaal, maar je mag het niet verwarren met de gewone dove gebarentaal. Want smog is meer voor mensen die wel kunnen horen, maar niet praten. En op die manier praat je met jouw broer? Ja, we doen het eigenlijk altijd met onze handen. En er stond een keer eentje voor. Wat gebaar? Koning. En die koning gaan ze dus ontmoeten. Ze zijn broers zijn uitgenodigd voor een speciale heldendag. Daar mogen mensen naartoe die iets bijzonders doen, bijvoorbeeld door anderen te helpen. Hoe zeg je dat? Ik ben blij om jou te zien. Dat is te vinden op een site, een website? Ja, op smoggemee.be. Dat was heel speciaal. Ik was echt wel bang of ja, gestrest toen dat hij naar mij kwam. Maar eigenlijk is het heel vlot verlopen. En ik heb hem het zinnetje, ik ben blij om jou te zien kunnen leren. Een geslaagde dag dus voor Lilith en haar broertje Ernest.